Ik kan daar een geweldig verhaal over houden. Maar misschien is het wel zo aardig als ik aan Paulien Smeets vraag om dat te doen. Want zij is tenslotte ook woordvoerder van ons op dat terrein. Paulien, wil jij dat doen? De winkeltijdenwet. Ja, oh, ik sta hier wel in het licht. Sorry. Om een antwoord te geven op deze Twitter, en ik weet niet wie dat voortwittert, dat is dat wij een oplossing hebben om die supermarktenproblematiek aan te pakken. En dat is dat wij zeggen, laat de winkeltijdenwet wat betreft de zondag over aan het lokale bestuur en aan de volksvertegenwoordigers daar. Dat betekent heel concreet dat er wellicht in Staphorst nooit een supermarkt open mag zijn en dat hier in Maastricht gezegd wordt, nou, wij vinden het wel heel prettig. Dat is ons standpunt. Misschien zeg je, ja, maar misschien, denk een 2 jaar geleden stond je hier, vertelde iets anders. Nou, ik kan jullie vertellen, wij zijn een democratische partij met leden. En die leden die hebben in april verteld dat we toch echt een andere richting zouden in moeten gaan met die winkeltijdenwet. En dat betekende dat wij op het congres op 25 april een amendement hebben aangenomen. Heeft gewoon in ons verkiezingsprogramma gestaan. Wij willen dat de winkeltijdenwet wat betreft de zondag overgaat naar het gemeentebestuur. We dachten, nou, dat is dan ook snel geregeld, want de VVD wil dat, D66 wil dat, de PVV wil dat, nou, makkelijk zat. Wat schetst onze verbazing? Zelfs de VVD komt op zijn schreden terug. En VVD met Mark Rutte voorop liep in Sluis, hè, bij Breskestaar en in Scheveningen met allemaal grote affiches van let op, uw winkel wordt gesloten. Nou, een hoop reuring en nu komen ze dus terug en zij gaan dus helemaal hun hok in en ook de PVV. Dus ik moet u zeggen, het ligt een beetje aan of de PVV wel rug recht houdt. Ik vermoed het wel. En dan zal dit probleem niet opgelost zijn. Dus twitter maar, als het aan de PvdA ligt, is het opgelost. Aan dit kabinet, dan is het niet opgelost.